Yo, welkom bij een nieuwe video op de Kelvlog. Het is dinsdag, het is 4 uur en dat betekent een filmpje voor jou. Geef me vast een duimpje omhoog, want dan maak je me heel erg blij. Let's go. Yo, hi, het is je boy. Weer aanwezig, volledig voor jou op de voorgrond om je te vermaken. Ik ben een beetje moe, maar dat maakt niet uit. Goed, als eerste wil ik zeggen, afgelopen zaterdag was Fiets Festival. Een festival waar allemaal YouTubers zijn en allemaal kijkers. En gingen elkaar ontmoeten en er was echt een party. En ik wil iedereen bedanken die ik daar heb gezien. Sorry als je niet mij kon pakken. Wacht, hè. Sorry als je niet de mogelijkheid vond om met mij op een foto te gaan of wat dan ook. Het was super druk, dus het was praktisch onmogelijk om iedereen van dienst te zijn. Maar goed, toch heb ik een aantal van jullie kunnen zien. We hebben trouwens ook een optreden gedaan. Ik weet niet of je het nummer Boybands en Cliché van Cinemates kent. Die hebben we daar ook live opgetreden. Het was fantastisch. Hier is even een stukje. Goed, ik hoop dat iedereen die er was het onwijs net zijn zin heeft gehad. Maar mocht je er nou niet bij kunnen zijn, dat is geen probleem. Nou, dat is op zich wel een probleem, want dan heb je iets gemist. Maar je kunt het terugkijken. Er was namelijk een live uitzending, feed live. Alle informatie en alle linkjes staan in de beschrijving. Mocht je nou nog terug willen kijken, zo, ik sloeg even tegen mijn eigen pet aan. Mocht je nou nog terug willen kijken, dan kan dat. Check de links in de beschrijving. Oké, ik heb natuurlijk heel veel interactie met jullie gehad op feed. Maar ik dacht, ik ga het gewoon doorzetten via een Kelvlog video. Dit was echt een slechte smoes. Ik ben gewoon, ik heb gewoon zin. Ik wou even wat nieuws proberen. Ik heb vaker Q&A's gedaan en dan zet ik vaak op Twitter of op Instagram zet ik neer, jongens, ik ga een Q&A doen, stel je vragen in, dat is lachen, dan gaan we er een feestje van maken. Normaal zou ik dat doen, vandaag doe ik het anders, want ik hou van anders. Hans Anders, jong jotte jotte Hans Anders. Ik heb vandaag namelijk niet op Twitter of op Instagram gevraagd of jullie vragen willen inzenden, maar op Snapchat. En ik deed dat omdat ik het dan leuk vond, want dan kon ik en je hoofd zien, kon je een epische bek trekken en tegelijkertijd een vraag stellen, zodat je in de video kwam met je hoofd en je vraag. Is toch fantastisch of niet dan? Let's go. Wat vind je van Duckface? Kom even mensen langslopen. Hallo. Nee? Oké, duidelijk. Wow, die bek. Nee, elke keer als ik een duckface doe, dan ziet het een beetje gek uit. Ik ga hem speciaal voor jou doen in 3, 2, 1. Ja, ik weet niet of het kan hoor. Ik vind bij mannen duckface is een no-go. Bij vrouwen kan het soms. Bij eenden is het vaak wel episch. Dan is het, bij eenden staat het altijd goed. Wat vind je van de duckface? Dit kan geen toeval zijn, dames en heren. Nogmaals, ik vind de duckface, ik heb het net al uitgelegd. Waarom ga ik het nog een keer doen? Hoe ben je erop gekomen om filmpjes... Weer een duckface! De eerste 3 snaps die ik open zijn gewoon van duckfaces. Sorry. Nee, sorry. Waarom zou ik me moeten verontschuldigen? Ik maak de duckface niet. Wat als YouTube niet bestond? Wow. Ik sta gewoon op het voorhoofd van die chica. Als YouTube niet bestond, dan zou ik... niet anders weten. Dan zou ik maar wat anders zijn gaan doen. Maar ik was waarschijnlijk nog wel filmpjes aan het maken. Want ik ben niet begonnen met YouTube omdat ik YouTuber wou worden. Maar ik ben begonnen met YouTube omdat ik filmpjes wil maken. En dat is toch logisch, man? Wat vond je ervan dat je achtervolgd werd door fans op feed? Ik vond dat zo weird. Wat ik jammer vond is dat ik, omdat ik de boel deels georganiseerd heb, moest ik op een gegeven moment gewoon bepaalde plekken zijn. En dan moest ik toch door de zaal heen. Ik vond het fucking jammer als ik dan mensen moest afslaan. Het was niet mijn bedoeling om je gevoelens te kwetsen. Maar ik moest gewoon ergens naartoe. Sorry. Twitter of Instagram? Dan ga ik toch voor Instagram. Ik heb te vaak dat ik toffe dingen zie op Instagram. En ik vind Twitter toch net even wat minder chill. Ik weet niet waarom. Ik vind deze vraag niet eens heel leuk. Maar ik vind de bek gewoon... Wow, dit hoofd, jongen. Wat heb je gegeten of gedronken? Ik heb vandaag broodjes gegeten. En ik heb koffie gedronken. Dat is gewoon mijn leven ongeveer. Brood en koffie. Voor altijd alleen of elke dag een ander? Ja. Dan zou ik toch kiezen voor elke dag een ander. Maakt dit me nou een van dat player? Volgens mij wel. Volgens mij heb ik er nu met opzet voor gekozen om een player te zijn. Maar ik ben liever een player dan dat ik eenzaam ben. Dus, elke dag een ander. Ik wil wel graag dat het elke dag een vrouw is. Als dat mag. Why is German so cool? Ik weet niet waarom dat Germany so cool is, maar ik weet schon was deine is. Ja, sehr gute Bratwurst in deine Schüsse. Favoriete ijsje voor de zomer? Dat is toch wel volledige Magnum. Magnum met noten. Hoe heet die shit? Almond. Volgens mij is het almond. Ook lekker buiten zitten. Groeten Thomas. Vind je lullig dat jij op deze manier een vraag naar mij stuurt, terwijl je volgens mij overduidelijk kan zien dat ik binnen een filmpje zit maken? Oh. Welke sport heb je vroeger gedaan? Wow, dat glas. Episch. Ik heb vakkenlang gevoetbald. Ik heb vroeger ook nog geturnd voor 1 dag. En toen moest ik kaart huilen. Dus daar ben ik ermee gekapt. Toen was ik helemaal klaar mee. Ik was eigenlijk altijd wel van de voetballist. Wat is je lievelingssnoep? Ik hou ontiegelijk veel van hamburgersnoepjes. En dat zou je moeten weten. Hamburgersnoepjes is de samenstelling van het uiterlijke kenmerk en de smaken in elkaar... Oh, het wordt even volledig gestoord. En de smaken bij elkaar zorgen ervoor dat er een soort van regenboog ontstaat in je mond. En dat vind ik toch altijd wel prettig als een snoepje naar binnen werkt. Wat is succes voor jou? Ik vind dat succes niet valt uit te drukken in geld. Succes valt niet uit te drukken in prestaties. Ik denk dat succes valt uit te drukken in...
bitches. Nee, ik vind dat je pas kan zeggen dat je succesvol bent als je bepaalde dingen hebt bereikt waar je trots op kan zijn en tegelijkertijd ook nog precies kan zijn wie je diep van binnen bent. Yeah! Wat zou je poepen als je een kuiken zou zijn? Ja, ik denk toch wel even gewoon, echt even gewoon poep. Ja! Wat wou je vroeger worden? Dierentuinverzorger. Jezus, er komen veel vragen binnen, jongen. Hoe ben je begonnen met YouTube? Ik ging op een dag naar www.youtube.com en toen maakte ik een account aan en die account noemde ik de Kelvlog en toen ging ik er aan de slag. Wou je altijd al YouTuber worden? Nou, er is een verhaal dat toen ik uit mijn moeder kroop en in de maxicosi lag, toen zei ik als eerste woordje: ik wil YouTuber worden, man. Sindsdien heeft ze me niet naar school gestuurd, ze heeft me gewoon op YouTube gegooid. Ik zeg het je. Wat vind je van Eenhoorn Joost? Ik vind hem stiekem gewoon een beetje een klootzak, maar ik ga het hem gewoon eventjes vertellen. Wat zo? Yo, ik had even nog wat belangrijks. Je bent een klootzak. Hey, je bent een klootzak. Kap ermee, kap met wat je doet. Ik ben er helemaal klaar mee, man. Lul, klote man. En bel me nooit meer, hè. Zo, helder. Doe maar aardig, hoor. Worstje? Nou, ik zou wel even lekker worstje willen. Ja, lekker, man. Hoe zag jij eruit als baby? Volgens mij zag ik er een beetje zo uit. Oké, dames en heren, dat was de ultieme Snapchat Q&A. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat ik vond lachen. Ik vond het leuk om jullie gezichtjes weer eens te zien. Fuck, ik ben helemaal vergeten om iets te vertellen. En jullie ergens voor te bedanken. Namelijk, vorige week heeft dit YouTube-kanaal, de Kelvlog, 200.000 abonnees behaald. Ik ga even pakken. Letterlijk niet lang geleden heb ik deze gekregen voor de Kelvlog. Dit is de silver play button en die krijg je als je ultieme baas bent op YouTube. Of je hebt ervoor gezorgd dat je 100.000 abonnees hebt gekregen. Ik heb er nu 200.000, dus ik heb zoiets van, yo, dudes, YouTube, hallo, geef me er nog één. Drie keer raden wat ze hebben gedaan. Ik heb er twee, peoples. En toen dacht ik van, oké, ik heb nu zo simpel een tweede playbutton gekregen. Nu ga ik gewoon een derde proberen te fixen. Dus ik mailen, ik zeg, yo, people, ik heb 300.000 abonnees. Drie keer raden wat ze deden. Oh yeah, brother. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik onwijs blij ben met drie zilveren playbuttons. Ik vind het dan ook, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Dames en heren, ik wil jullie hartelijk bedanken voor deze prijs. Ik vind het fantastisch. Drie zilveren playbuttons. Ik had nooit gedacht dat ik 300.000 abonnees zou halen. Ik vind het echt fantastisch. Nee, even serieus, dit is een grap. Deze is voor Cinemates, deze is voor de Kelvlog, die andere is voor podcast. Nee, zonder grappen. Ik wil jullie echt fucking bedanken voor het feit dat ik 200.000 abonnees heb behaald op dit kanaal. Ik vind het fantastisch. Ik heb ook een beetje medelijden met jullie dat jullie elke week naar mijn hoofd moeten kijken. Maar goed, dat doen jullie zelf aan. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Toch bedankt, super vet. Ik ben er volgende week gewoon weer, dinsdag 4 uur. That's it. Doei! Nee, het is nog steeds helemaal kut. Ik heb geen idee wat ik nu vast heb. Oké, dat was het. Doei.